34-jarige taxichauffeur uit Nijmegen die in januari 2017 Janneke Brink doodreed, is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Ook kreeg hij een rijontzegging van 3 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De rechtbank is van mening dat de chauffeur kort voor het ongeval aan het WhatsAppen was en dat wordt hem zwaar aangerekend. Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat de man te hard reed, tussen de 82 en 94 km per uur om precies te zijn, terwijl de maximumsnelheid er 50 km per uur is. De verdachte ontkent dat hij zo hard reed, maar die verklaring rammelt volgens de rechtbank.